Nou, daar zijn we weer. Ik heb er weer één voorbereid. Dit zijn de show notes. Die gaan zo dadelijk getoond worden. En hier heb ik de bookmark staan. En dat begint dus gelijk met een grote tegenvaller. Want het is vandaag zondag, kunnen jullie zien. Hè? En op zondag heeft het Reformatorisch Dagblad doet niets aan... fijn dat u belangstelling hebt voor rd.nl, de nieuwssite van het Reformatorisch Dagblad. Vandaag is dat zondag. Wij wijden deze dag in het bijzonder aan de dienst van God. Wij beschouwen de zondag als een rustdag, een opdracht van God en een geschenk waar we dankbaar voor mogen zijn. Om die reden actualiseren we onze site vandaag niet en is Digibron Plus, ik zou niet weten wat het is, vandaag niet toegankelijk. Deze hebben we gewoon die site uitgezet. Maar waar het dus om ging, want ik ben ook niet gek. Ja. Niet voor één gat te vangen. Dat is thuis, hoor. Ik heb hem toch opgezocht. Ja. En dan klik ik gewoon open. Het gaat hierover. Mark Rutte, voor wie dat niet weet, maar Mark Rutte, dat is onze premier. En dat is dus, zeg maar, de baas van Nederland. Hè? Dus de eerste minister. En hij gaat naar de paus. Waarom eigenlijk, hè? Ik zal het even voorlezen. Minister-president Rutte zal woensdag door paus Franciscus worden ontvangen, voorafgaand aan de gebruikelijke woensdagsaudiëntie. Na afloop van de ontmoeting zal premier Rutte ook de pers te woord staan. Ook de pers? Dit hebben bronnen van het Nederlands Dagblad bevestigd. Nou, die zal ook wel down zijn, denk ik. Even kijken of ze nog in leven zijn. Ja, ik stem hiermee in. Allemaal helemaal goed. Oh nee, is dat hier wel wel? Ja, precies. Speculaties over een mogelijk pausbezoek aan Nederland zijn er te over. Mede door een toespeling daarop in het interview met de Utrechtse dakloze krant Straatnieuws. Mensen, jullie mogen nu allemaal een tijltje gaan pakken. Misschien dat je maaginhoud denkt van ik wil terug naar de supermarkt. Dit heet voorlichting, mensen. De Nederlandse bisschoppenconferentie is er verdeeld over. Ja, die Nederlandse bisschoppen hebben zoiets van, ik weet niet hoor of ik... ik ben niet voor of tegen dat hij komt, maar ik weet niet of er een mogelijk pausbezoek komt, want ik ben bisschop van Groningen of zo, Drenthe. Ik doe er geen uitspraken over of die man komt. Ik wil graag weten, wat hebben we aan die paus? Waar is die man voor? En Mark Rutte die gaat er naartoe. Minister-president Rutte. Woensdag. Ik ga woensdag repeteren met mijn band. Een proefrepetitie. Dat lijkt me nogal onschuldig. Wat gaat Mark fucking Rutte doen bij de paus? Hebben jullie enig idee? En wie betaalt het reisje? Betaalt de paus het reisje? Mark Rutte gaat langs, maar het kost ons niks hoor. Het is wat blijft kosten, wordt allemaal betaald door de paus. Want de paus wil hem toch zien. Ik wil niet dat Mark Rutte naar de paus gaat. Ja, maar niet dat hij van mij niet mag. Als iemand naar de paus wil gaan, zeg ik, nee jongen, ga lekker naar de paus. En je weet waar hij woont. Het is, in het noorden van Italië woont hij. Koop maar een treinkaartje richting Parijs. En de rest, je komt vanzelf goed. Echt niet makkelijk en moeilijk of zo. Als iemand naar de paus wil, dan mag hij gewoon naar de paus gaan.
Maar waarom moet mijn minister-president Rutte naar de paus gaan? Enig idee, mensen. Kijk, en donderdag ontvangt de paus ruim 6.000 man. Dus onze premier Rutte die komt dan op woensdag. En dat is er maar eentje. Maar de dag daarna is de paus helemaal onder de indruk van 5.999 andere Mark Rutte's. Wat doet onze Mark Rutte bij de paus? Ik wil het gewoon weten. Over de reden van de audiëntie zijn echter nog geen officiële mededelingen gedaan. De Rijksvoorlichtingsdienst en de Nederlandse ambassade wilden niet reageren. Jeetje, wat jammer zeg. Tuurlijk zeggen ze er niks over. Dat mag helemaal niemand weten dat deze fans... Oh, wat een slecht plaatje, hè? View image, helpt het nog een beetje? Ja, kijk. Dit is Jorge Bergoglio. En dit is fucking Maxima. En dat zijn die schele dochters. Ja, nou, ik vind die wel leuk. Maar zij wel een beetje dat van... Ze heette eerst Marijke, toen kon ze niet kijken. En nu heet ze Christine, kan ze nog steeds niet zien. Ja. En zij is al bijna net zo groot als de pauze. Ah, geweldig. De pauze, het mooie van de pauze is, hij is onfeilbaar. Dat is iets waar ik nooit last van heb gehad. Tenminste, dat zegt mijn omgeving. En af en toe moet ik zelf ook beamen dat ik het niet altijd... Maar daar heeft de paus geen last van. En ik zou ook in de buurt van die man niet durven komen. Want straks schiet hij me dood met een bliksemstrol. Maar die onze koning en die Maxima... Die durven gewoon naast de paus te gaan staan. Hè? Want... Waar was het ook alweer? Wiens brood men eet... Diens woord men prikt... Nou, even door dan. Hè. Dat we niet al te lang van maken. Deze kunnen we nou down gooien, want het is gewoon zondag, ja. En dan deze. De Haagse ChristenUnie, SGP, wil meer kerels voor de klas. Mannelijke leraren zijn goed voor de ontwikkeling van jongens en meisjes. Nou, hier klopt dus iets niet aan, hè? Wat ze dus jarenlang gedaan hebben, is dat ze alle mannen uit het onderwijs hebben weggejaagd. En daar hebben we nu de vervelende problemen van. En daar gaat de SGP het niet over hebben. Ze kijken wel linkeruit. Die SGP'ers, dat is ook een stelletje fopchristenen. Wat mij betreft dan. Want ze doen gewoon alsof hun neus bloedt. Mannelijke leraren zijn goed voor ontwikkeling van jongens en meisjes. Nee, eikels. Als je alleen maar vrouwen de kinderen laat lesgeven, dan ga je dat fout. En natuurlijk kan je gewoon vrouwen voor de klas laten staan. Daar zijn we geen enkel probleem mee. Ik heb ze zat meegemaakt en die kunnen het wel degelijk. Dat er alsmaar meer vrouwen voor de klas kwamen. Dat is verschrikkelijk voor die jongetjes geweest. Altijd dat gezeik. Altijd van 1, 2 in de maat, anders wordt de juffrouw kwijt. Ik heb het allemaal gezien. En mannen zijn veel zachtmoediger. Mannen zijn veel aandachtiger. En sommige vrouwen ook. Overigens, reeds. Als ik het zeggen mag.
En de SGP die zit een beetje met zijn ChristenUnie mee te heulen met de Haag. En ze geloven nog steeds, wanneer, ja, 9-11, er waren gewoon 19 Mohammedanen met breekmesjes. Daar geloven die ChristenUnie lullen in. Dat 19 Mohammedanen aangestuurd door een Osama Bin Laden van die familie die zo Bush-familie is. Ja, die kon het, hè? Osama Bin Laden vanuit zijn grot in Afghanistan met 19 Mohammedanen en breekmesjes. En dan één breekmesje per Mohammedaan. Want die Mohammedanen, die zijn elal. Die zijn zuinig. En de ChristenUnie en de SGP, die beweert dat het kan helemaal geen. Nee, er was geen militaire operatie. En er is helemaal geen sprake van het verdommeren der mensheid. Doordat ze ons onderwijs zitten te neutelen. Die ChristenUnie, SGP-lui, ik hoop van harte dat ze het goed doen. Maar dit slaat nergens op. Het is gewoon zo dat de Haagse ChristenUnie SGP wil het seksisme in het onderwijs afschaffen. Geen seksisme in het onderwijs meer. Dat hadden ze moeten zeggen. Een beetje pussies zijn dit. En dan komen ze nou pas achter. Terwijl ik al jarenlang dat heb gezien. En dit is aan onze overheid. Dit heette dan de christenen. Nou, wat letten ze op zich? Ze moesten zich schamen. Dan pakken we de volgende. Onheilscijfers CPB over Brexit rieken naar ordinaire bangmakerij. Blog. Wat een leuk nieuw woord leerde ik deze week. Nu in Groot-Brittannië het referendum over een vertrek uit de EU aanstaande is. Zo las ik in een commentaar in het blad New Scientist dat er veel mouthwash de ronde. Even kijken. Oh ja, doet er veel math. Wat is dit voor een woord? Math wash. De ronde. Dat is Engels, dus, hè? Het presenteren van vage schattingen als gedegen voorspelling zonder voorbehoud of foutmarges. Jezus, mijn Christus. Ik kan me hierover opwinden en ik hoop jullie ook. Hoe je hier bent aan die nazi gevangen werd. We gaan even terug, hè? Hoe was het ook alweer? Ontving Nederland meer steun uit de EU dan ze betaalde? Of waren wij netto betaler? Nou, daar mag je even over nadenken. In de afgelopen tijd, wat heeft Europa ons gekost? Heeft het ons opgeleverd? Deed je dat? Wij waren netto bijdrager uit onze empathie. En wat betaal je voor? Voor een regime dat allerlei idioten ontheemden hier naartoe dumpt. En ze smijten ze gewoon neer in onze steden. En ze zeggen tegen ons: zoek het maar uit. En leer die cultuur maar kennen. Alsjeblieft. Een lesje om te leren. En daar betalen wij voor. Elke dag. En dat gaat maar door. En aan een Brexit hebben we helemaal niks aan. En aan een Nexit hebben we ook niks aan. Waar we wel wat aan hebben, is dat iedereen stuk voor stuk elke Europese ambtenaar door zijn kop schiet. Dan heb je wat.
Want dan vreten ze niet meer en dan scheiden ze niet meer. En dan krijg je niet die stomme regels meer over je stomme vaccinaties. En dat je een nieuw verbeterd, minder onderwijzend onderwijsprogramma krijgt. Want anders zou je slimme kinderen krijgen. Je moest eens weten hoe gevaarlijk de Europese Unie is. En schiet ze allemaal dood. En dat bedoel ik natuurlijk afdrachtelijk gesproken. Hè. Dit is natuurlijk een kunstmatige uitzending. Dit is een blog en dit is bedoeld voor mensen die beledigd willen worden. Mensen die denken, oh, ik ben zo dom. Ik wil even naar Perry Franciscus Martinez Winkel luisteren. Want volgens mij ben ik vergeten hoe dom ik was. Zo is het. Niet je Kalasnikov nu uit het vet gaan halen. En trouwens, je hebt hem toch niet. Want er geldt een wapenverbod in Nederland. Na, 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 na. Maar het zou wel de beste oplossing zijn. Geef het toe. Denk er even over na. Doe een, ga morgen een lekkere wandeling maken. Je meldt je ziek voor je werk. Daar begin je mee. Want het is lekker weer namelijk. En met lekker weer gaan we niet werken. Je meldt je ziek morgen. Dat scheelt weer een autootje op de A12. Dus de heer is je dankbaar. De A12 gaat toch niet verbreed worden. Dus wegwezen van die A12. Dan ga je morgen lekker. Dan neem je gewoon vrij. En dan ga je hier in Arnhem zou ik gaan naar Meinerswijk. Maar dat is grasland genoeg. Je kan richting de IJssel lopen. Langs de Rijn kan je lopen. En als je een visvergunning hebt. Dan kan je gewoon ook een hengeltje meenemen. Als je geen visvergunning hebt. Kan je ook een hengeltje meenemen. Alleen, je mag niet gesnapt worden. En dan zit je tussen de natuur. En dan ga je nog eens nadenken over wat ik zei over de EU. En wil je dat nou echt? Kijk, Femke Halsema, dat is het volgende onderwerp. Die is dan van groendinges of zo. Die is ontzettend groen. En er zit hier deze foto. Ik ga inzoomen. Ik vind Femke Halsema dus een non-checkable slut. Maar ik hou niet van dat soort vrouwen. Is mij te mooi of. Ja, nee, ik vind het niet hoor. En die vent ernaast. Volgens mij staat Willeke Alberti. Dat was een grapje, mis. Maar Femke Halsema, die weet wel wie haar vijand is. Namelijk ik. Want ik ben een blanke man. En zij heeft er helemaal gelijk in. Ik ga het de grazen nemen, want die... Opmerking verwijderd door de moderator. Maar zij heeft ons verneukt. Het is tijd voor een therapeutische zelfhulpgroep voor miskende, vroeger linkse, nu angstig en conservatief geworden blanke mannen. Jesus. Wat moet je hiermee? Dit heeft ze gewoon getwitterd of zo. Wat moet ik hierover zeggen? Dit is punt 1. Kijk, dit. Dus ik kan het nu niet selecteren, want het is een denk ik. Kan ik proberen? Nee, precies, dat kan niet. Dit is een plaatje. Maar hier staat blanke. Ja, en hier staat mannen. Dit is dus niet alleen racistisch. Dit is ook seksistisch. En Femke Halsema, die gaat weer op zoek naar een dildo ter grootte van een Amsterdam stoeppaaltje. En die gaat er lekker bovenop zitten. En dat hoeft helemaal geen pijn te doen natuurlijk. Want je kan gewoon op zo'n parkeerpaaltje, kan je gewoon best lekker zitten. Ik heb dat wel eens gedaan. Maar ik bedoelde het beledigend. Niet fysiek dinges of zo. Niet dat mensen nu Femke Halsema moeten gaan pakken en zeggen, dit pikken we niet voor jou. Jij seksistische, racistische kut! Waarom zou je boos worden op Femke Halsema?
Femke Halsema heeft het IQ van een... Femke Halsema is al lang blij dat ze poen krijgt iedere maand. En dat ze de nieuwe libelle kan kopen. Waarin staat dat vrouwen een betere relatie krijgen als ze vreemd gaan. Bah! En het heet dan een politica. Jezus Christus. En dat mag dan gewoon gezegd worden van mensen zoals ik. Aangezien blanke, voorheen linkse mannen al decennia's auto's in brand steken, aanleiding geven tot samenscholingsverboden, hun buren in levensgevaar brengen, terreurgroepen toejuichen, joden haten, homo's haten, verslaggevers belagen, bovengemiddeld vaak met de politie in aanraking komen, radicaliseren zich van de Nederlandse samenleving. Oh shit, maar dit is een satire. Ja. Maar die Twitter van Femke is geweldig. Nou, we hebben weer iets. Dit is van vandaag. Dit is 12.06. Even inzoomen. Ik denk dat ik kan lezen. 12.06. En hier doe ik dus... 12 juni 2016. Ja, dat is echt vandaag. Er is weer een auto in de fik. Wat is er toch met die auto's? De hele tijd vliegen ze in de fik. Wie doet dat? Het Amsterdamse stadsdeel Amsterdam-Noord is naast veel roofovervallen al dan niet met zware vuurwapens op buswinkels en personen en aanhoudende terreurde jongeren of gewoon vrij rondlopende gevaarlijke vlekken worden in Amsterdam-Noord extreem veel auto's in de fik gestoken. Sinds 1 januari zijn het al zeker 42 auto's die in Amsterdam-Noord zijn uitgebrand. Zo berekende... dit klopt niet. Nee. Want ja, rekenen, dat is van... je hebt dus verschillende tellen. Dat noemen we ook wel turven. 1, 2, 3, 4, 5, 6, en dan kan je turven, weet je? Dan ga je gewoon tellen. En even rekenen. Iemand zegt van hoeveel is 13 plus 14? Dus waarschijnlijk... Oh, maar dat kan natuurlijk zijn dat... Oh, nee, ik snap het al. AT5, die heeft dus aan de overheid gevraagd... hoeveel auto's zijn er verbrand. En stadsdeel Amsterdam-Noord is het ene politiebureau zei... Nou, hier waren het er 6. En het andere politiebureau zei... Oh, hier waren het er 3. En toen heeft dus AT5, die hebben dus de beschikking over een computer met een spreadsheet. Dat is ongelooflijk, hè? Die informatica bij de overheid, jongen. Nou, en die hebben dus toen uitgerekend dat al die politiebureaus bij elkaar, hebben ze allemaal opgeteld. Ja. Het waren er in totaal 42. Snap je man? Als iemand mijn auto in de fik steekt, dan gaat er echt wat gebeuren. Of, ja, dus. Kijk, en nou, hier was een leuke. De politie heeft nog altijd geen enkel aanknopingspunt over de dader. Of dader. Jezus, is dat wel een... Oh, dit is TPO, dit is de Post Online. Die schrijven heel slecht. Maar hij had over de daders. Dader of daders had het moeten staan. Ik denk dat hier een S had erachter moeten staan. Of daar, nee, ik zou dader of daders. Je had ook kunnen zeggen over de dader en dan tussen haakje 1 S. We zijn toch journalistiek bezig. En natuurlijk heeft de politie geen enkel aanknopingspunt. Wat hebben we, welke zaak, welke belangrijke, ingewikkelde zaak heeft de politie in de laatste jaren opgelost? Noem er één. Behalve Lucia de B. Of Bait Bassin. Of dat gedoe met Joris Demmink. Of die zaak Marianne Waatstra. Of Dutroux. Nee,
Dutroux, de politie heeft geen knoop. Nee, wij zijn van de politie. Wij zijn uitgekozen vanwege onze lachrikker. En dan willen we gas halen. Bannen buiksloot, heb ik trouwens gewoond. Nee, gelogeerd. Ken die weg. Ook in de door rellend tuig geteisterde wijk Bannen buiksloot heeft het stadsdeel of de gemeente nog altijd geen andere oplossing voor de problemen dan extra politie-surveillances en natuurlijk de eeuwige regentenpanacee cameratoezicht. Ja, er gebeurt gewoon helemaal niks. Als je naar deze uitzending luistert en je hebt kinderen en je woont in Bannen buiksloot, ja, geef die jongens een honkbalknuppel mee. En dan kan je honkbal gaan oefenen. Zogenaamd. Of een looie pijp. En map gewoon die klojo's dood. Snap je? Een mens die helemaal van het padje af is, als je zijn hersens inrampt, heb je er geen last meer van. Als je die mensen in leven laat en je gaat hem broodjes geven, dan wordt hij nog veel vervelender. Wat praat ik naar vraas of zo? Sorry voor mijn Engels. Dit is ook een hele leuke. Marokkaanse en Ethiopische jongeren terroriseren centrum van Veghel al 6 jaren lang. Ze gingen zover dat een rollator onder een oudere vandaan werd getrapt. Ja, dat hadden ze dus niet in mijn buurt moeten doen. Die Marokkanen en Ethiopische jongeren die terroriseren, die zijn dus op zich verhip te slim dat ze dat soort dingen doen buiten mijn gezichtsveld. In het Brabantse Veghel zijn inwoners en ondernemers van het centrum alweer tijdenlang slachtoffer van terreur door rellend jong tuig. Bij één winkelier is zijn rolluik 2 keer in een week kapot getrapt. En sommige bewoners durven s'nachts de straat niet meer op. Zo meldt Omroep Brabant. Het tuig gooit met vuurwerk, sloopt winkels en straatmeubilair, gaat s'nachts joelend over straat en burgers worden zelfs bekogeld met voorwerpen of mishandeld. Schiet ze dood! Maak ze af! Ga die mensen niet genezen. Jij bent niet moeder Teresa om die lui te genezen. Ben jij fucking psycholoog, psychiater of zo? Schiet ze dood! Maak ze af. Zet ze je beurt uit. Map ze voor de kop. Schop ze over de schenen. Als ze tenminste met stenen gooien. Want die anderen, want we moeten goed opletten dat heel veel van die mensen die een kleurtje hebben. Sommigen, dat zijn gewoon Hollanders, die zijn eventjes naar Spanje geweest. En die zien er ook uit als een Spanjaard, hè. Maar die zijn even op vakantie geweest. Maar er zijn ook mensen die hebben zo'n hardgrondige, zware pigmentvorm. Er zit er ontzettend veel tussen. Dat zijn ontzettend lieve, aardige mensen. En die blijven allemaal stuk voor stuk in Nederland. Daar kan je gewoon zaken mee doen. Maar die eikels, kom op. En laat je niet nachelen, man. En de politie wel heeft geen zin. Het was beter als het wel zin had. Maar die politie die je kan bellen, die moet nog uitgevonden worden. Nou, dat komt wel. We maken een appje. Gaan we een voorstelletje schrijven. Dan moet iedereen ophouden met zeuren. En als er dan gewoon een stelletje eikels zijn, dan ga je gewoon even appen en dan... Nou, dit is onze afsluiting, de nazi's. Dat is ook zo'n leuke. Duitse vice-kanselier vergelijkt AfD met nazi's. Nou, wat is dan de AfD? Dat is de rechtsnationalistische partij. Ik ga even kijken hoor. Wat is nou precies, wat is een afkorting natuurlijk.
Sorry. Ricky. Hold op. Yes. Alternatieve. Alternative for Germany. Alternatieve voor Duitsland. Misschien zit een soort Geert Wilders partij, hoor. En daar heb je dus ook helemaal niks aan. En dan zegt hij dus, maar dit wordt echt geschiedenisleider. Geschiedenisles, sorry. Ik zit even te lezen. De Duitse SPD-leider en vice-kanselier Sigmar Gabriel heeft in een interview de rechtsnationalistische partij AfD, Alternatieve voor Duitsland, vergeleken met, moet ik moeten staan, vergeleken met, hier ontbreekt een woordje. Dus daar raak ik een beetje van in de war, want ik ben al dyslectisch en ja. En dit is de fucking NOS. Jesus, het is de redacteur die was even, die moest de secretaresse neuken of zo, of die moest even rukken op de play of. Maar die had in ieder geval geen tijd om deze tekst na te lezen. Trouwens, niemand kijkt meer tv, dus op een dag. Met de nationaal-socialisten uit Hitler, Duitsland. In een vraaggesprek met enkele Duitse kranten zegt Gabriel: alles wat AfD'ers zeggen, heb ik al eens gehoord. Van mijn eigen vader, die tot zijn laatste ademtocht een nazi was. Jezus. Kijk, je kan braken van bedorven vlees of je kan braken van bedorven vis. Maar dit is dus een pure leugen. Hè? Dit is er helemaal nergens op. Hè? Ik weet niet precies hoe lang ik bezig ben. Oh shit. Maar goed, ik probeer het kort te houden. Schatse van het. Dat geluid gewoon even laten lopen. Maak het uit. Toch wel even een schermpje op. Maak het uit. Look here, there's an obelisk. We don't know how to get there, but it's next to a French castle here. So this is the ultimate proof that the, ja, de video the aristocracy, they come from the pharaohs. Dat zijn die luiders. Nou, hier is een big obelisk in front of him. Ik zal hem even stilzetten. Ik doe de sound gewoon even uit. Even laten zien hè, wat hij allemaal laat zien. Het is een obelisk. En je hebt die strip van Asterix en Obelix. Maar dat maakt een mockery van dit. Dat steekt de draak met dit ding. Obelix, die liep gewoon met mijn heers op zijn rug. Maar dit zijn de villa. En deze man, die heet Jean Ross. En als je dat op zijn Nederlands moet vertalen, moet je zeggen Johnny of Jan. Laat me zeggen Jan. Jan Paard. Jan Paard heeft dit gemaakt voor jullie. Ik klik maar eventjes door de dingen heen. Maar dit zijn de nazi's. En zie je ze? En niet een, die alternatieve voor Duitsland. Dat zou heel goed een partij van Hully kunnen zijn. Net als onze Geert Wilders. Dat is ook zo'n clown, hè? Geert Wilders die doet niks anders als onrust stoken en de boel in de war maken. En, kijk, een anti-immigratiepartij, daar gaat het helemaal niet om. Dus ik zal je voorlezen. In de recentelijke landelijke peilingen sprak 15% van de Duitse kiezers een voorkeur uit voor de anti-immigratiepartij.
Er zijn helemaal geen anti-immigranten hier in Nederland, nog in Duitsland. Er zijn mensen die een probleem hebben dat de situatie uit de hand loopt. Dat is een probleem. Er komen hier allemaal jonge mensen en die willen een toekomst. Maar die is er helemaal niet. En dan worden ze straks boos op ons en dan krijgen wij de schuld, want blanke mannen die hebben alles. Ja. Volgens Gabriel moeten AfD'ers niets hebben van de open en liberale Duitse samenleving. Ze willen terug naar het verstikkende West-Duitsland van de jaren 60 van de vorige eeuw. Waar vrouwen thuis zaten, buitenlanders en homo's gelukkig onzichtbaar waren en 's avonds bij een glas bier oude strijdliederen werden gezongen. Vreselijk. Dat is bullcrap. Duitsers willen helemaal niet terug. Ze hebben geen sprake van. Mensen willen gewoon leven. Mensen willen een leven hebben, kinderen kunnen krijgen, iets moois kunnen doen. Ja, ook de afwas doen natuurlijk en het toilet schoonmaken. Ja, die dingen willen mensen allemaal doen. En dat noemen wij werken. En werken uit zich in werken en zorgen. En de man die werkt, die gaat op de steiger staan van de bouw en ik kan er van afflikkeren, krijg een arbeidsongeluk. En de vrouwen die zijn gewoon thuis en die met de stofzuiger, dan kan je ook vallen. Je kan een verschrikkelijke val maken met een stofzuiger. Maar niet zo erg als die man voor jou van de steiger. En dat heeft God verzonnen. Gabriel zegt trots te zijn op de prestaties van de CDU-SPD-coalitie in Duitsland, maar erkent dat sommige mensen nu verlangen naar een partij die zich duidelijk onderscheidt van de grote twee. Met de aloude Duits-nationalistische uitspraken heeft de AfD daar gebruik van gemaakt, aldus Gabriel. Ja, die Duitsers willen gewoon in Duitsland wonen. Denk je dat als die Duitsers in Turkije wilden wonen, dat ze dan in Duitsland zouden blijven? Het punt is, die Duitsers die willen hooguit op vakantie komen in Turkije. En dan gaan ze snel weer terug. Want het asfalt in Turkije, dat is niet helemaal je dat, hè. Is niet... Zo zijn die Duitsers, weet je wel, dat zijn geen vluchtelingen. Hoe ze zijn naar Amerika gevlucht, maar dat is al honderden jaren terug. Ze zijn naar Zuid-Afrika gevlucht, maar dat is ook alweer heel lang geleden. Voor de rest zitten die Duitsers gewoon lekker te wachten tot de volgende bommen gegooid gaan worden. Of ben ik dan weer te ingewikkeld? Maar de nazi's, dat is de katholieke kerk. En die zitten natuurlijk in Rome, en in London City, en in Washington DC. En alle monies, die zitten in Zwitserland. Ik denk dat dat waar is. En als je denkt dat het niet waar is, mijn e-mailadres is perry7@mac.com. En Perry, dat spel je net als mijn voornaam. En het lijkt op die ene sportwinkel, want ik sport nooit. Maar Perry en dan het getal, cijfer 7, @ en dan mak. Dat is, mak is dan niet met een K, maar dat is met een C. Dus een mak met een C van Macintosh. Want dat is een Engelse, dat heet een goudrenet op zijn Nederlands, een Macintosh. Een appelsoort is dat. Dus Perry 7, mijn voornaam cijfer 7, @mac.com. En dan mag je altijd klagen. Dan mag je wel tegen me zeggen, Perry, je bent een eikel. En je hebt het helemaal fout. En dan hoor ik het graag.
En voor vandaag, tjus.